Brigitte is na 40 dagen blauwe knoop. Ja. Is ze eindelijk zover dat ze haar kleine flesje extreem goede champagne die ze van een vriendin heeft gekregen open gaat maken. Plop. Nee. Oh, dat was... Dat was een liefje. Dat was Descent. Ja, Descent glas. Ik kan het goed lees geven. Ik wou zeggen, die hele fles past erin. ik zeg proost. Sandra, Daniel, proost. En op jouw genezing. Precies. Proost. Ja. De auto is vol. Het glaasje is leeg. Want? We gaan op schoolreis. Wie gaat er mee? We gaan op roadtrip. En we zijn vertrokken. Het weer is goed voor een roadtrip. Ja. Perfect. Ja. Waar gaan we heen? We volgen navigatie. We gaan naar het noorden. En we komen uiteindelijk vandaag uit in een wijnstadje. Jumilla volgens mij. Zoiets, ja. Jumilla. Ja. Jumilla zal het wel zijn. Ja. Maar we maken een kronkeltoertje. We gaan door een valleitje. Dat schijnt dat je je daar net voelt alsof je in Marokko bent. We gaan kijken of bij Chiesa de boompjes in bloei staan. Ja. En als het goed is en we durven het aan, dan gaan we naar de Sierra Nevada. Ja, maar dat is pas eind van de... Precies. Off we go! Goed luisteren. Alleen maar het gezoem van bijen en de prachtige Sierra Espuña op de achtergrond. We staan daar eventjes voor een fotostopje. Heel smal weggetje, helemaal alleen. Wat een pracht. En die geur, mensen, die geur van die bloesem. Geweldig. Voor een pauze. Stoeltjes geïnstalleerd. Nou,
romantisch. Lunchpauze. Ja, wrapje eten. Met dit als uitzicht. Nou, word je toch blij van? Het is nog lekker weer ook, hè? Fantastisch. Moet je achter je kijken, wat een uitzicht, joh. Ja, had ik al gezien. En kijk eens naar de lucht. Ik ga even nog een rondje maken dan. Ja. Bermtoeristen. Bermtoeristen. Duizend en één nacht sprookje. Wat een mooie paaskleurtje al. Heel smal en dan komt een teken lekker uit. Oh, dat is een grote knet. Offroad. Gekhuis. Ons tweede lunchplekje. Iemand zei dat deze vallei een beetje doet denken aan Marokko. Kijk, en als je dan daar kijkt. Kijk of ik dat in. Ja. Lijkt wel een beetje op een moskee. Daar ligt dan een dorpje. Daar ligt een dorpje. En hier beneden stroomt een kanaal. Het is best zonnig. Echt wel. Mooi lunchplekje. Kijk, dit feels like homecoming. We rijden op de Spaanse wijnstraat van Jumilla. Ja. Wijnstraße. Die Spanische Wijnstraße. Hoppala. Ja, kijk, hier heb je al de vaten. Ja, geweldig. Eerste Oh, dat is van vorig jaar. Ah. We zijn benieuwd. Loopt. We moeten nog hier de catacombe in gaan we parkeren. Dat was net. Oh. We staan op het neusje. Ja. Nummer 34. Nummer 34 moeten we gaan parkeren. Gekhuis. 28, 33. Lijkt Kaiserslautern wel. Dan zou dit 34 zijn. Ja. En we zijn in het hotel. Nederlandstalige dame die perfect Engels spreekt
Helemaal goed. We hebben de kaart. En we gaan even het stadje in. We zijn dus in Jumilla Hotel Montreal. Een eerste indruk. Helemaal goed. Het is een typisch Spaans stadje. Gomilla. Heel rustig nu, op een maandag tijdens de siesta-tijd, denken we. En we zijn een beetje aan het ontdekken. Er rijden wel auto's, de straatjes zijn standaard verstopt, zoals je altijd ziet. Maar eerste indruk? Ja, eerste indruk. Best leuk, hè? Ja. Nou, we gaan op ontdekkingstocht. Leuk die garage. Ja. Zie je, wij lopen nog voor de garage. En ze hebben hier een pleintje. Ter ere van de grondwet en het 40-jarig bestaan daarvan. Leuk pleintje. Palmbomen. Maar wat vooral mooi is, moet je kijken, hebben ze een fontein, die doet het nu helaas niet, maar mooi met tegeltjes, bankjes met tegeltjes, oud gebouw. Weet je waar mij dit aan doet denken? Cubaanse stadjes. Ah, ja. Ik zat ook te kijken wat zijn er, maar dat zijn kikkers. Zie dat? Ik denk dat is dat, joh. Oh ja, kikkers, ja. Als je ze vanaf deze kant aan kunt kopen, dan... ja, ja. Wat is dat? Ik vind het mooi gemaakt. Heel mooi. Ja. Verder. Het is bijna sport. Het is een mooie klim. En dan met dat zonnetje, hè? Heerlijk. Ja. Nou, we gaan die kant op. We gaan niet helemaal naar boven, dat is ons afgeraden. Schijnt heel steil te zijn. Je kunt er niet met de auto komen. Je kunt wel op een parkeerplaats een eind of vandaan. En dan kun je tot aan dat ding kun je dan over een vlakke weg lopen. Normaal zouden wij dat doen. Normaal wel, ja. Nee. Maar nu even niet. Geen fysieke inspanning. Nope. Mooi die achtergrond daar. Ja. Ook boven op de berg, rolstoel toegankelijk. Dat is toch eigenlijk heel mooi. Hoe komt hij naar boven dan? Met de auto. Met de auto? Met de auto. Hoe komt hij naar boven, vraagt Ruud. Met de auto. Dan gaan we door. Maandag, wasdag. Hier zal de jeugd wel hangen, hè? Ja. Bovenop de berg. Hangen. Hangen, ja. Wat denken jullie? Voor de dieven of voor de duiven? Het is overal maandag was dat. Kijk maar. Ze mensen hebben wel een prachtig uitzicht vanaf hun wasterrasje. Wat doen we? Gaan we verder naar boven, die kant op? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Waar we nu zijn? Ja, geweldig, die was links, kijk. Oh, daar. Ik zie op het scherm bijna niks vanwege de zon. Dit is de top van het dorp. Hier heb je een prachtig uitzicht op die rots. Waar die burcht bovenop staat, kun je net zien uitsteken. En voor de rest, ja. Hoe noemde jij het hier, de? Sloppenwijk. Ja, dit zal vast niet. Het ziet er interessant uit. We gaan hier weer naar beneden. Kallen van de kapitein. Ja, kapiteinstraatje. We proberen, kun je zitten zien, is met de zon bij die kerk te komen. Misschien hier trapje af. Oeh, oh, oh. En dan dit straatje in. Misschien. Ja, ja. Ziet er goed uit.
enorme kerk hier voor zo'n dorpje. We zijn nu dus in het oude centrum van Gamilla, denk ik dat het heet. Gamilla. Hele grote kerk. Het is jammer genoeg allemaal gesloten. We kunnen niks van binnen bekijken. Brigitte is bezig met data verzamelen. En we zagen net iets heel leuks, dat zie je niet zo vaak. Ik ga even inzoomen. Kijk, daar zit een mevrouw rustig te breien op een bankje. Onder de enorme kerk. We zien nog heel veel zwerfafval hier, maar ze zijn echt aan het verbeteren. Ja, met elkaar de wereld een beetje beter maken. Mooi gebouwtje daar. Ja, echt mooi. En weer een stadsparkje. Ja. Met, ik wil zo'n, hoe heet het ook wel, zo veel bomen staan. Zo'n bomenlerij ding. Tuin, botanische tuin. Ja, oh, kijk eens, dat, die bankjes, wat mooi. Geweldig. Hier staat er ook een om de hoek, zal ik eens even laten zien. Park de Gomea. Mooie tafereeltjes erop getegeld. Mooi gemaakt, hè? Heel mooi. Het is een beetje veel schade. Een hart, denk ik. Ja, het is ook echt, ja. Moet je eigen kussentje meenemen. Er vloog een vogel door beeld, maar we zijn eigenlijk op zoek naar de hop. Ik weet niet of dat hem was. Dat lijkt wel een kapokboom. Ik heb hem twee keer gezien. Oh. Maar ja, te laat met de camera. Nee. Komt wel. Lesson learned. Wat moet je niet meer doen? Nou, ja, je moet zoveel dingen niet doen. Maar wat we wel gaan doen in deze wijnstad van de Murcia-provincie... Gaan wij het bolzout, gaan wij een gourmet meenemen. Ja. Het menu hangt daar. We zijn dus bij, bij de kebabtent of de shawarma tent. Hartstikke leuk. Maar je moet dus niet op maandag. Je moet niet op maandag proberen ergens in het restaurantje. Net na de carnaval. Nee, dat moet je dus niet willen. Nee. Dus ja, dit is het menu. Maar kijk, we zijn natuurlijk ook moe en we willen niet zoals de Spanjaarden pas om 9 of 10 uur gaan eten. Dan nee. Pas om 1 uur in bed met een volle maag. Ja. En dat kan ik niet, hè. Ik kan niet slapen met een volle maag, want dan val ik van mijn buik af. Ja. Nou, daar zijn we dan aan het einde van dag 1 van onze roadtrip. Ik doe even het raam weer dicht, want dat maakt herrie. Jo, we zijn niet gewend dat we zoveel ruimte hebben, dus ik loop me helemaal suf hier. Een enorm bed. We hadden toch de vlog al lang afgesloten. Ik lig Lello Casco. Je ligt, jij bent de vlog aan het monteren. Nou, we hebben een prachtige kamer. En morgen gaan we verder natuurlijk. We hebben ook een prachtig wijntje.
En een prachtige badkamer, kijk. Ik zie mezelf. Dus we gaan lekker slapen zo. En morgen gaan we verder. We gaan, nou dat zien jullie wel. Dus dan moeten we dit doen. Dus dit was hem voor vandaag. Later. Deze vlog. Tot morgen.